Een bizarre situatie vanmiddag aan de Jan van Amstelstraat in Schijndel. Een man zou zijn vriendin tijdens een ruzie hebben aangevallen met een bijl. De man zou eerst de boel kort en klein hebben geslagen in het huis. De vrouw wist uiteindelijk te ontsnappen. De man sloot zich op in de woning. Hij werd rond 3 uur door het arrestatieteam uit huis gehaald. In Schijndel is al de hele middag Alice van der Plas. Ja, Alice, het ging allemaal niet zonder slag of stoot daar, hè? Nee, zeker niet. De man had zich behoorlijk verschanst in het huis. En het arrestatieteam heeft hem eruit moeten halen. Dat gebeurde met een hond. En overburen die alles hebben gezien, die hebben gezegd van ja, het was een enorme consternatie. Op een gegeven moment hoorden we een knal. We hoorden de man vreselijk tekeer gaan. En ja, de man is bij zijn arrestatie ook gebeten door de politiehond. En uiteindelijk met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Weet je waar die ruzie over ging? Nee, dat is nog heel erg onduidelijk. De politie meldt ons dat het heel hectisch is. Dat ze het slachtoffer, dat ze daar wel mee hebben gepraat. Dat ze ook met de verdachte gaan praten. Maar ze hebben het nog niet helemaal op een rijtje van wat nou de aanleiding was voor deze ruzie. En hoe is er verder in de buurt gereageerd? Nou, heel erg geschokt. De Jan van Amstelstraat is eigenlijk een hele rustige straat waar nooit iets gebeurt. En dan ineens worden de buurtbewoners hiermee geconfronteerd. Ik heb er net weer een paar gesproken die de vrouwen echt hebben opgevangen. En die zeggen, ja, we hebben gezien hoe deze man met een hakbijl stond te zwaaien. En onze zoon die ging erop af. En ja, daar waren we natuurlijk heel bang voor dat hem iets zou overkomen. Dus de consternatie was heel erg groot. Ja, en de buurtbewoners die trillen nog na. Wat ik hoor, ja, die mevrouw heeft hier is rond afgeslagen. Binnen is een hoop kapot gemaakt in de keuken, in de woonkamer, boven. En verder weet ik niet veel over de mensen zelf, zeg maar. Kent u de mensen die in het huis wonen? Nee, ze woonden er net. Ze woonden er pas, zeg maar. Dus ik heb niks, ik ken de mensen nog niet. Elke 10 minuten sloeg je iets kapot. Dus ja, en 2,5 uur duurt, dus reken maar uit. Oh, dat hebben jullie gehoord? Ja, we hebben wel wat dingen gehoord, inderdaad. Ja, dat was eerder vandaag. Ja, de rust lijkt nu weer teruggekeerd daar, hè? Ja, inderdaad. Het is nu weer redelijk rustig in de straat. De glaszetter is net geweest om wat noodramen te plaatsen. Omdat ja, er lagen wat ruiten uit de woning. Die heeft de man kapotgeslagen, zegt de politie. En de politie is nog bezig met een onderzoek in de achtertuin.